Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem. Deze aflevering van Fire Emblem, The Three Houses, gaan wij eigenlijk door met het missiegedoe. Ik heb gezegd dat we alleen nog maar missies gaan doen, dus dat is wat we nog gaan doen. De volgende missie is vandaag, ik ben benieuwd wat we ervan gaan bakken. Let's go. Ik heb iemand erbij gerecruit wat niet helemaal de bedoeling was. Maar ja, misschien is hij wel goed. Plenty of places to hide and our pick of paths to advance through. It's the perfect battlefield for our tactics. I have my eye on that low hill over there. See it? Gotcha, Teach. I know. We want all students to make with you in command. Yeah, that's our best wel top zijn, ja. It's Claude. I am certain he was foisting more of his ill-advised Oh, you have me all win or lose. It's an honor. We've got Yeah! Ouch, that will Okay, let's go. By gardening, you can harvest all kinds of crops, flowers. Oh, flowers, for instance. Oh, no. Het is fantastisch. Laat mij maar eens beginnen. Units. Oké, Cyril is in ieder geval unavailable, maar we hebben wel Flane erbij. Dus, ziet er allemaal goedje uit. Laten we vechten. Rout the enemy. All of your units mogen niet vallen. Remember, we're not just fighting for honor. There's a prize at stake. It's almost time to begin. Steal. Oh. Is een soort house competition. Een Philippie. You all should know. I am not about to go easy on you today. Oh jawel. As long as we can pull off the win, doesn't matter how. Our victory must be absolute, no matter what it may take. It is time. Duel. Oh, it's geen Yu-Gi-Oh. Forward, now. For honor. Moeten we kijken. Wie de fuck is Bernadette? Oh, die zal van rood zijn dan, denk ik. Nou ja, maakt ook niet uit. We moeten denk ik sowieso bij elkaar gaan roepen. Let us away. Ready anytime. Who, me? I stand ready. Who, me? I got this. Ready and willing. Out here. Stay focused. Mezelf vooraan. Nah, niet vooraan. Doe dat maar. Hoezo kunnen ze wel zo ver raken? Black Eagle.
Ik hoop dat ze elkaar ook aanvallen, dat zou wel leuk zijn. As expected. Mooi. Leave it to me. Zo. Hilda, daar. Zo. Oké. Zij kan weer zo'n heftige aanval of zo. Wat heeft ze tegen Marianne? What the fuck? Oké, okay, die vallen elkaar ook aan. Dat is wel heel nice. I will draw the Black Eagle. Yes. Okay, kill camera. Het is wel interessant dat hun ook zo meedoet, zeg maar. Okay. You didn't give it your all. Goddess, protect me. Oh, daar had ik niet zo heel veel aan. Oké. Ik vind het lastig. Die paarden komen natuurlijk sowieso hierheen. Marvel at our strategy. Ja, raak hem gewoon. Oh ja. What the fuck om Marianne elke keer? Thanks for helping. Let's use our heads. Raak gewoon een keer, jongen, kees. Ja. Waarom doet Ingrid alles dodgy? No damage, zie je dat bedoel ik. What the fuck is er met die Ingrid? Die Ingrid kan niet dood waarschijnlijk of zo. Dat is ook niet veel voor. Should have trained better, zegt hij. Oké, nice. Oké, nice.
I'll try. How do you like that? Well done. Hilda erbij en Cloud. I'm sorry. Die Bernadetta is fucking niet dood. Oké, zelf van de dood. What a thrill. What the fuck? Waarom kunnen die sommige van die dingen niet dood? Nou, nee, Bernadette is in ieder geval door die bitch gekild. Oh, rip. I'm sorry, but... Okay, Edelgard is gone, so. It all comes down to this. Okay. Oh, er staat er hier een, lol. Ach, kut zo. Dat is zo zonde. Oh, nu houdt hij ook nog een leven over. Oké, dit was een zonde. Dit was zonde, deze battle. Ash is dood. Raphael daar staan. What the fuck? Zoveel damage. Titi level 20. Plenty more where that came from. Felix is gone, so okay, nice. Kan ik toevallig Felix aanvallen met hem? Oh. Nee. Ignatz kan er nog niet bij. Nou, dus laat ik die wel even aansluiten. This might be my limit. Ah!
Echt wel damage. Rood is helemaal uitgeschakeld, nou toch? Volgens mij wel. Nee, dacht ik al. You fought well. Kut. Het is nog gekregen. Ik weet niet wat er... Want volgens mij kan ik hun nooit verslaan, toch? Oké. Nee, dat gaat niet lukken. Dat is zonde van zijn kracht. Brick. Ah. Nice. Okay. Wat ik wel kan doen is hem prikken. Ja, nice. Huh? It worked out. Nice. Okay. Leave it to me. Okay, doet zo goed als geen damage. Gaan we hiervoor staan. Die heeft al bewogen. Kutwijf is dat. Hoeveel damage doe ik? Niet genoeg. Oké. Helemaal geen damage. Nice. Ook helemaal geen damage. Top. Zou heel mooi zijn. Oké, Mercedes is ook dood. Even kijken hoor. Hmm.
What the fuck, so damage. Naturally. Okay. Lawrence heeft hem ook gekild. Niet heel veel damage. Ja, dan moet ik toch wel blijven wachten. Zo fucking veel damage, hè. Mij niet kan raken doordat ik... Ja, doordat eigenlijk. Lekker, Lysithea. Nog niet genoeg, hè. Oh, een crit. Oh, hij is nog niet dood, maar hij is wel goed geraakt in ieder geval. Nou, maak met hem. Maak ik hem dood. I'll celebrate later. Nou, zo one kill, ja. Yeah. Die ingrip is fucking goed. Haar gewoon bijna geen damage doen op die Ingrid. Oh, net genoeg. Oh, hij mist ook. Nice. Oh, hij mist ook. Geen idee hoe ik deze ga winnen. Hier ging ik dood door Ingrid. Oeps. Dat ging niet helemaal zoals de bedoeling was. Oh. I stand ready. Leave it to me. Thank you. Okay. Ready anytime. Even kijken of we nog kunnen redden. Veel damage.
careful now. Kan ik hem killen? Nee. Kan ik hem killen? Ook niet. Oké. Okay. Be mindful. Moet mezelf healen. Dat is wel zo. Ah. Die is inderdaad wel nice. Let's get to it. Ignatz kan in deze battle niet zoveel betekenen, helaas. Blijven het proberen. Careful now. Oké. Well done. Be mindful. Kan Ignatz zo ver? Oh, ik hoop het. Ah, ja, ik kan het wel ver. I actually won. Steady now. Die heeft het echt voor mij. Die kan daarna ook nog. Goh, oh. Die kon normaal daarna wegvliegen, maar dat deed ze wel. Mis, ja hoor. This is bad. Ja, maakt wel niet uit. Vraag me af wat er was gebeurd als Lysithea niet had gemist. Leave it to me. Wacht, ik had eerst
hem laten voor Frodo, volgens mij. Dan zou ik Lysithia... Ja, weer... Is het set of zo? Mag ik mijn andere focus weer terug? Oké. Leave it to me. Dus nog niet hetzelfde focus als die ik net had, geloof ik, maar het zal wel. Nu een keer raken. Ja. Opnieuw. Oh, je kan niet blijven Divine Pulsen. Ready anytime. Oh, dat doet fucking veel damage. Oh, wauw. Als ik dat had geweten, had ik waarschijnlijk niet eens hoeven te verliezen. Oh, ik ben geparalyzed. Ah, ik was, als ik dat wist, had ik nog kunnen winnen, denk ik. Nu heb ik geen Divine Pulse meer. I'm sorry. Oké, dat was het voor deze aflevering. Ik ben spelletjes overgegaan zoals er in beeld staat. Maar dat maakt niet uit. Het was een goede les dat ik pijl- en boogmensjes moet gebruiken tegen paarden die kunnen vliegen. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.